Versnelling en kracht, daar ga ik het dit keer over hebben. In het verleden is er al behoorlijk wat over gezegd. Deze persoon bijvoorbeeld, een ontzettend belangrijk persoon, Newton, trouwens ook al lang dood, maar dat terzijde, die heeft daar ontzettend veel werk aan verricht en zijn formule F is m keer a is dan ook ontzettend beroemd. En die komen we zo meteen ook tegen. We gaan eerst kracht. Wat is dat? Nou, in ieder geval, het symbool is de hoofdletter F van force. En de eenheid van kracht is de hoofdletter N. Ah, kijk, daar hebben we weer. De N van Newton. Dan kun je afvragen, ja, hoe groot is de kracht van 1 Newton? Nou, stel je voor, je houdt 1 pak suiker op je hand. Dan trekt de aarde, de zwaartekracht, trekt aan de pak suiker met ongeveer 10 Newton. Dan heb je dus een beetje in de gaten hoeveel een kracht van 1 newton is. Trouwens, zwaartekracht, dat komt dus door de aarde, omdat die zo ontzettend zwaar is. En als jij daarop gaat staan, met je bescheiden 60 kilogram, of misschien minder, misschien meer, ja, dan trekt de zwaartekracht dus aan jou. Hoeveel? Nou, die kun je berekenen met m keer g. Ja, waarbij m de massa van jou is, 60 kilogram, en g. Ja, wat is G? Nou, kijk, hier is de aarde en daar zijn wij. En in Nederland is G 9,81 meter per seconde in kwadraat. Als je op de polen bent, is het iets meer, 9,83. En op de evenaar is het nou juist iets minder. Stel je voor, je bent ergens buiten de ruimte. Dan wordt hij steeds kleiner en kleiner. 3,73 daar op 4 kilometer hoogte. En niet alleen hier bij de aarde in de buurt, maar je hebt ook buiten de aarde natuurlijk zwaartekrachten. Ja, op de zon is de waarde van G veel en veel groter. Ja, de zwaartekracht van de zon is dan ook behoorlijk pittig. Op de maan is je maar 1,63. Ja, dus vandaar dat je daar redelijk hoog kunt springen. Nou, Mars ook niet veel, Neptunus juist wel weer veel. Oftewel, de waarde van G, de zwaartekracht, is wel afhankelijk van de plaats. Ja, op de aarde is het niet zo veel verschil, maar als je buiten de aarde kijkt, zeker wel. Nou, we kijken eventjes, kijk, leuk, modieuze wagentjes. En we gaan de eerste dus trekken met 2 newton. Nou, ja, hij beweegt. Oh, kijk. Hij gaat steeds sneller, sneller, hè, met die 2 newton. Als je maar blijft trekken, gaat hij steeds sneller. Blauw. Oeh, met 4 newton dus, dan zou hij veel sneller gaan. Ja, hij moest op gang komen, maar dan toch. En geel, 8 newton. Nou, dan gaat hij, ja, duidelijk sneller, hè. Laten we eens eventjes tegelijk zien. Dan kun je het ook vergelijken. Ja, ja, ja. Geen twijfel mogelijk. 8 newton wint. En 2 newton blijft echt ver achter. En de versnelling. Kijk. Zie je? Die van 8 newton heeft een versnelling van 1 meter per seconde in kwadraat. Dus iedere seconde gaat zijn snelheid met 1 meter per seconde omhoog. Die van 4 newton is de helft. En die van 2 newton is daar weer de helft van. Oftewel, als de kracht verdubbelt, dan verdubbelt de versnelling ook. Zie je? En dat is daaronder, ja, ook weer. Dus 2 keer verdubbelen, dan krijg je dus 4 keer. En als de kracht 4 keer zo groot wordt, wordt A 4 keer zo groot. Kortom, als je hier een grafiekje van zou maken, dan krijg je, ja, hij begint natuurlijk bij 0, 0. Hè. Als de kracht 0 is, is duidelijk dat dan de versnelling ook 0 is. Bij een kracht van 2 is de versnelling 0,25, daar staat hij. Ja. Als de kracht 4 newton is, dan is de versnelling half. En als de kracht 8 newton is, dan is de versnelling 1. Oftewel, ze liggen weer op een keurig rechte lijn. En als een grafiek een rechte lijn is door de oorsprong, dan weet je dat A en F, ja, de twee dingen die op de as staan,
dat die dan recht evenredig met elkaar zijn. Dus die weet wel, F en A zijn recht evenredig. Wat de een twee keer is groot, wat de ander ook twee keer is groot. We bekijken de kinderwagen nog eens een keer. Maar nu gaan we de roze met 8 newton doen. De blauwe doen we met 8 newton. En de gele doen we met 8 newton. En we hadden ze net al gezien, met 8 newton krijgen ze een versnelling van 1. Prima, onthouden. We kijken het weer een keer aan. En nu een extra info. De massa van zo'n kinderwagen is 8 kilogram. 8 kilogram. Nou, even kijken hoor. De roze. Nou, goed, dat wisten we natuurlijk al. De blauwe. Kijk eens aan. Hij krijgt een lading. En daardoor is de massa niet meer 8 kilogram, maar hij wordt 16 kilogram. En dat betekent dat hij moeilijker op gang komt. Nou, even kijken hoor. Wat gebeurt er met geel? Ja hoor, dat is een flinke lading. 32 kilogram. En ja, dan gaat hij dus inderdaad. Ja, hij beweegt. Ja, hij gaat ook wel snel natuurlijk, maar niet echt van hard, hè. Nu is het niet zo leuk natuurlijk dat één sneller gaat dan de ander. Dus, wat doen we? We gaan de blauwe een beetje steviger duwen. Nou, je ziet de blauwe krijgt dan een kracht van 16 in plaats van 8. Kijken wat er gebeurt. Ja, zie je. Nu zijn ze even snel. Oh, dat is wel jammer. De gele blijft over. Dan doen we wat dan. Ja, want dan gaan we tegen de gele ook wat harder duwen. En omdat de massa daar nog groter is, gaan we daar nog harder tegenaan duwen. 32 newton. Dus kijk hoor. Hey, dat is mooi. Precies gelijk. Oftewel, als de massa twee keer zo groot wordt, moet de kracht ook twee keer zo groot worden om dezelfde versnelling te krijgen. Ja, en wordt de massa vier keer zo groot, dan zal de kracht dus ook vier keer zo groot worden bij dezelfde versnelling. Dus F en A zijn recht evenredig met elkaar, maar F en M zijn ook recht evenredig met elkaar. Want als de massa twee keer zo groot wordt, moet de kracht ook twee keer zo groot worden. We gaan dat eventjes op een rijtje zetten. De resulterende kracht dus is recht evenredig met A. En de resulterende kracht is recht evenredig met M. Met versnelling en met massa. Eventjes combineren. En dan krijg je dus dat de resulterende kracht is gelijk aan M keer A. En dit is de tweede wet van Newton. Waarbij M de massa in kilogram is. A de versnelling in meters per seconde in kwadraat. En de FRS, de resulterende kracht, in newton. Als we kijken puur even naar alleen de massa, dan zul je merken dat hoe groter de massa is, hoe moeilijker die in beweging te krijgen is. Ja, je ziet hier inderdaad een auto. Ja, dat is een behoorlijk gewicht. En dus moet je behoorlijk kracht hebben om het in beweging te krijgen. Zo'n auto wil eigenlijk liever blijven staan. Maar als hij één keer op gang is, een grote massa, dan stop je hem niet zomaar. Zie je? Eén keer in beweging, dan gaat zijn massa wel door. We noemen dat een trage massa. Massa heeft als eigenschap traagheid. En dat betekent dus dat hij maar moeilijk in gang te brengen is. Of als hij al gang heeft, dat hij moeilijk te stoppen is. Als je naar de versnelling kijkt, ja, dan kun je zien van, hey, als A 0 is, dan is mijn resulterende kracht dus ook 0, ongeacht wat de massa ook is. Ja, hier kun je nog wat invullen, als dit hier 0 is, dan is FRS ook 0. Oftewel, als A 0 is, en dat betekent dus als hij stilstaat, maar ook als hij een constante snelheid heeft, want dan is A ook 0. En dat is de eerste wet van Newton. Dus we hadden de tweede wet van Newton, is F is M keer A, of FRS is M keer A. En de eerste wet van Newton, die zegt, daar staat hij al, ja, als dus hij stilstaat, of een constante snelheid heeft, dan is de resulterende kracht 0. Daar begon Newton mee. Maar
goed. Ik hoop dat je ziet dat de tweede wet van Newton eigenlijk een algemene vorm is die we eerder hebben gedaan, namelijk die van een zwaartekracht, mkg. Ja, de zwaartekracht waardoor je bijvoorbeeld naar beneden valt. Dat is niet zo gezond. Je kunt natuurlijk beter met een parachute naar beneden gaan. En als je zo'n parachute bekijkt, dan is er een zwaartekracht naar beneden toe. Maar ze valt niet met een nulgang naar beneden, nee. Ze gaat met een constante snelheid naar beneden toe. De eerste wet van Newton zegt van, nou, als de snelheid constant is, dan moet de resulterende kracht nul zijn. Oftewel, behalve de zwaartekracht naar beneden, moet er nog een kracht omhoog zijn die de zwaartekracht opheft. De luchtweerstand. En de luchtweerstand, ja, nou, hier staat al, hè, dat is natuurlijk logisch, hè, dat is een tegenwerkende kracht. En waar is de luchtweerstand afhankelijk van? Nou, allereerst de snelheid van het voorwerp. Als de snelheid stilstaat, dan is er geen luchtweerstand, want dan gaat hij niet tegen de lucht aan staan te duwen. En de vorm van het voorwerp natuurlijk ook. Net je stroomlijn wil helpen. De eigenschap van lucht ook. Als er een hele hoge druk is, zit er heel veel lucht waar je tegen aan moet botsen. Ja, en ijle lucht juist niet. En dit is dan hoe je de luchtweerstand kunt berekenen. Ja. V is de snelheid in meters per seconde. En let op, hè, de snelheid in kwadraat. Dus als de snelheid twee keer zo groot wordt, wordt de luchtweerstand vier keer zo groot. A, dat is het frontaal oppervlak in vierkante meter. Dus het oppervlak van het voorwerp van de auto van voren. Rho is de dichtheid van lucht, ja, dus dat is weer de eigenschap van lucht zelf. En luchtweerstand, natuurlijk in Newton. Houden we nog over die CW. En CW is een constante luchtweerstandscoëfficiënt en die is afhankelijk van het voorwerp. He, als je een doorsnee fiets hebt, dan is die constante ongeveer 1,1. Als je een racefiets hebt, gestroomlijnd, is die 0,88. En zo'n prachtige leuke sigaarfiets, die heeft een luchtweerstand van slechts 0,1. Dat betekent dus dat de luchtweerstand minder dan 1/10 is dan bij een gewone fiets. Zo, kijk, daar hebben we weer meneer Newton, natuurlijk met zijn wereldberoemde formule. F is mkra. Eens kijken, is er ook nog wat hij wil zeggen? Ik spreek Newton natuurlijk niet tegen. Oftewel, ik zou zeggen, tot horens, tot ziens.